Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op Kefrijds, de enige echte natuurlijk mensen. We zijn vandaag in Welligator Park. Hot de krokodil. Ja mensen, we zijn in een nieuw parkje voor mij, namelijk een parkje in Frankrijk. Voor de mensen die niet weten waar ligt Welligator Park. Het ligt in Frankrijk, namelijk bij Metz. Voor de mensen die het niet weten, voor de mensen die het wel weten of hier misschien ooit een keer zijn geweest. Dan weet je waar ik ben. En ook voor mensen, een hoop mensen heb ik horen zeggen van ja, waar ga je in vredesnaam naartoe? Welligator Park, zou je dat wel doen? Ja mensen, het ligt nou eenmaal een soort van in de buurt van waar ik allemaal naartoe wil gaan. Dus in dat geval zou ik zeggen, gewoon meepakken. Ik hoor op de achtergrond hoor ik Lilo en Stitch muziek mensen. Nou, dat vind ik zo niet pas hier, maar goed. Het is wel grappig mensen, in Frankrijk is de regel 1 meter afstand houden en hier is dat toch 1,50 meter. Ik zie daar ook in de verte een houten achtbaan. Nou, geen idee mensen waar het over gaat. In elk geval mensen, je hoort het misschien al op de achtergrond. Overal hoor je zenuwmuziek door heel het park heen. Dus hier ook alweer, Jezus Christus, gewoon een dikke air rape hier ook. Ja mensen, dit is ons speelterrein voor vandaag. Dit is het park mensen. Ze hebben een houten achtbaan. Ze hebben natuurlijk, eigenlijk waar ik voor kom, een B&M Inverted Monster. Ze hebben een V-coma baantje, wat ik altijd heel erg leuk vind. En ze hebben een flat ride, waar ik heel erg benieuwd naar ben. Dat wordt voor mij de eerste keer dat ik zo'n soort flat ride ga doen. Nou, dan hebben ze natuurlijk nog een rapid, zoals altijd in een park. Wildwaterbaantje, boomstammetjes. En dat is het eigenlijk wel. Ja, ik vergeet dat ze nog een soort van shot en drop tower hebben. Zoiets als wat ze in Walibi Holland hebben staan. En ik heb gehoord dat vroeger dit dus ook een Walibi Park is geweest. Dus Welligator Park was vroeger Walibi Park in Frankrijk, ja. Leuk feitje om te weten. Ik wist het ook niet. Oh, mensen, ze hebben wel thematisatie hoor. Gewoon dinosaurus hier, oh. Jurassic Park, of niet? Tenminste, ze draaien de muziek van Jurassic Park. Nou, eerlijk mensen, ziet er wel netjes uit zo hoor. Kijk nou mensen, dit hebben we in Drievliet ook staan. Wat een armoe. Het is wel een soort ook thema, Dino Bike heet die. Het zit pas een beetje bij het dino ja, gebied, om het zo maar even te zeggen. Zo, mensen, eerlijk gezegd, ik heb geen idee of je hier nou wel of geen mondkapje moet dragen. Ik zie heel veel mensen echt wel met een mondkapje oplopen. Ook heel veel mensen zoals ze hem hebben zoals ik hem heb. Dus ik weet niet of het echt net zoals bijvoorbeeld in Disneyland Parijs echt verplicht is om heel de dag met een mondkapje op te lopen. Ik hoop het niet. Maar ja, als het niet anders is, dan moet het maar. Maar met deze temperaturen mensen is het niet zo fijn. Want ik heb het weer precies uit weten te kiemen dat ik zeg maar op vakantie ga in een week. Dat het super warm weer wordt. Het wordt deze week wordt het zelfs nog 35, 36 graden. In september, hoe is het mogelijk? Nou, volgens mij is dit ooit een attractie geweest. Dit is niet meer open, zo te zien. Wat het was, weet ik niet. Het ziet eruit als een spookhuis. Dus ik denk dat het ooit een spookhuis is geweest. Kijk, mijn toekomst. En hier beginnen we eigenlijk langzamerhand de skyline te krijgen, mensen, van het park. Je ziet hier al V-coma baantje. En daar in de verte zie je Monster. Het eerste wat mij eerlijk gezegd wel opvalt aan het park is dat er heel veel gebieden best wel afgelegen liggen en gewoon hartstikke dood zijn. Zoals bijvoorbeeld hier dat spookhuis, nou over dood gesproken. Dat vind ik dan wel weer jammer dat ik denk van zet er dan iets anders voor terug, weet je wel. Oh kijk, hoor je dat? Dat was mijn rikketik. Gaat ie hoor. Erg benieuwd naar deze ook. En natuurlijk naar deze mensen, want dit is natuurlijk helemaal bijzonder. Zo is het ook nog nooit meegemaakt. Een vliegtuigmolentje. Kijk, en dit bedoel ik met dode stukken van het park. Want daarachter staat dus het spookhuis en is dit allemaal afgesloten. Dit is allemaal afgesloten. Dit is gewoon helemaal niks meer. Misschien is het nog een restaurant, maar dat is nu in elk geval niet open. Tevens is het park hier, dat is wat best wel heel erg gelimiteerd open is. Want in september is het alleen maar open in de weekenden. Dus ik moest het ook precies zo plannen dat ik hier in een weekend was. Want anders is het gewoon heel door de week is het gewoon allemaal dicht. Dus ja, kijk, dit is ook weer zoiets mensen. Dit is ook gewoon hartstikke dicht. Ik heb geen idee wat hier ooit heb gestaan. Er staat een loods achter, dus misschien iets van een dark ride of zo. Ze hebben er dan nog wel een heel groot doek voor gehangen.
Maar mijn schuttingen, maar wat het is of wat het was, ik weet het niet. Als iemand het weet, laat maar weten. En hier komen we in een soort space thema gebied, heb ik het idee. Zo'n space thema. Nou, mensen, hij gaat zo meteen draaien. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, mensen, daar gaat hij. En hoor je dat op de achtergrond? Zenuwmuziek. Zo. Oh, mijn god, mensen. Oh, mijn god. Wat is dit dan? Hoe illegaal is dit? Zo mensen, en dat was de vliegtuigmodus, noem ik hem maar eventjes. Oprecht mensen, voor een pretpark had ik niet verwacht dat ze zoiets zouden neerzetten hier. Ja, zo'n park als Welleketenpark verwacht je zulke soort dingen niet. Ik denk ook niet dat je zoiets in Nederland zo heel snel zou zien. Al kun je het wel vergelijken met zoiets als Wild Wings. Wild Wings is eigenlijk een beetje hetzelfde idee qua gevoel wat je in de attractie hebt. Dat je zijwaarts zeg maar die loopings maakt. Dus ja, oprecht een leuk ding mensen, die ga ik nog wel vaker doen vandaag. Maar daarna ben ik gelijk in de volgende attractie gegaan, want die staat er namelijk naast. Ook in space thema, het is allemaal space thema hier al. Lekker space. En dat is de Space Shot. Nou ja, dat had ik al net gezegd, hetzelfde als een Walibi en zo voelt hij ook wel een beetje. Ik heb ook al heel lang niet zo'n space shot ding gedaan, want de laatste keer dat ik hem heb gedaan was volgens mij in Walibi Holland. Weet ik niet zeker, maar ja, het zijn wel leuke dingen. Je wordt natuurlijk afgeschoten in plaats van dat je naar beneden valt. Ja, ik vind het allebei leuk. Ik vind het allebei leuk. Nou, dan gaan we naar de volgende attractie en ik denk dat deze gaat worden mensen. Een lekker Vekoma baantje. Ik hou ervan. Hoor de rikketik, hoor hem. Ja, en wat natuurlijk heel erg relaxed is mensen aan het park, is dat je dus gewoon lekker mag filmen. Je mag gewoon onderuit filmen met Chess Mount, dus helemaal geen gezeik met filmen, dus dat scheelt weer. Ja, mensen verklaren mij voor gek, maar ik vind dit soort baantjes altijd zo leuk om te blijven doen. Gewoon lekker old school, hou ik van. Kijk dan mensen, ze hebben hier dus ook gewoon een gamehall. Wie ziet dit nou in een pretpark? Dit zie je bijna nergens. Dat je op zo'n ding moet slaan, dat is meer op de kermis dat je dat soort dingen hebt. En je kan hier zelfs een Stitch grijpen, mensen. Nou, ik zie wat jij niet ziet. Stitch! Nou, hoe raak je dat nou? Kijk, dat bedoel ik met zenuwmuziek, mensen. Je hoort echt heel vaak airrape muziek overal in het park. Echt random muziek. Je hoort echt allerlei soorten muziek door heel het park. Dat is heel raar. Trouwens, de wachtrij, mensen, van deze attractie is nog mooi gedecoreerd ook. Nou, je hoeft hier geen balletje in het tonnetje te spelen. Je kan hem gewoon grijpen, die Pikachu. Je kan hier zelfs muntjes schuiven, mensen.
Nou, als je hier eenmaal aan begint, mensen, dan weet je hoe het gaat, hè? Dan blijf je gaan. Nou mensen, je kan hier ook je toekomst laten voorspellen. Nou, laten we dat maar niet doen, want dat weet ik al. Ik heb eerlijk gezegd totaal geen idee hoe de layout is. Ik zie nu ook voor twee kurkentrekkers en een looping. Wauw mensen, er staat gewoon geen wachtrij voor. Ik weet trouwens niet of dat je hier je plek mag kiezen. Nou, het wordt dan ook verwacht gedesinfecteerd. Dat is hartstikke goed natuurlijk. Al gaat het natuurlijk weer op slakkentempo, zoals overal. Al moet je zeggen, in Europa Park mensen, daar ging het heel snel. Nou, hier natuurlijk weer 1,50 meter strepen. Het is allemaal heel subtiel en daar hou ik altijd van. Nou, iedereen moet even wachten. Nou mensen, we zitten aan boord op het Vekoma-baantje. Nadeel is wel, je kan niet je plek kiezen. Dus ik zit gewoon op een random plek. Ja, hopelijk later de dag nog een keertje voor ons ziet. Heerlijk mensen, heerlijk baantje. Oprecht, leuk baantje om te doen. Een goede rikketik. Nee mensen, ik vind hem, wat ik net al zei, ik vond hem echt oprecht wel leuk om te doen. Ik hou van Vekoma-baantjes, ook al zo vaak gezegd. Nieuwe coaster credit erbij, ik ben helemaal tevreden mensen. Het is lekker weer, het zonnetje schijnt, strak blauwe lucht. Alleen wordt het vandaag wel 28 graden, daar ben ik iets minder blij mee. Hey mensen, nog even over dat spookhuis hè. Er staat hier letterlijk een bord bij de ingang. Allemaal in het Frans, maar ik kan eruit verstaan dat de reden waarom die dus dicht is vanwege het coronavirus is. Nou, ik denk het niet, want ik heb dus gehoord dat deze attractie al jaren dicht is. Dus nee, dat is niet de reden. En als het wel zo is of anders is, dan moet je het maar vertellen, maar het ziet er echt naar uit alsof dit al jaren echt gewoon hartstikke dicht is. Wat wel een beetje een nadeel is mensen aan dit park is dat, nou ik ben dus net in Vekoma-baantje, ik weet nog steeds de naam niet, heb ik net niet naar gekeken. Maar als je naar Monster wil, oftewel de B&M Inverted, moet je dus helemaal terug gaan lopen, want het is dus daar helemaal afgesloten. Je kan daar zeg maar niet verder doorlopen. Die doeken hangen, daar kun je ook verder niet doorlopen, dus je moet er helemaal terug lopen en dan moet je er volgens mij helemaal omheen om daar te komen. Dus ja, nou. Zo vul je je dag wel hier in Welligator Park. Wat er wel weer apart is, staan, nog wel een bordje hier al. Maison Hantée, dat betekent spookhuis in het Frans. Maar nee, ik heb geen idee. Dino Raft, dat is de wildwaterbaan. Zie je de entree van. En wij gaan weer terug. En kijk nou mensen, ze hebben hier ook gewoon een monorail. Echt zo'n klein monorailtje waar we toen in zijn geweest in Hansa Park. En meestal staan de Duitse parken wel heel erg bekend omdat ze zulke soort dingetjes hebben. Nou heeft Hellendoorn toevallig ook zo'n monorail als deze. En dus hier in Frankrijk ook. Nou, nog steeds hoor je daar in de verte Lilo en Stitch. Volgens mij is het gewoon een loop die je heel de dag draait. Ja mensen, welkom weer in Frankrijk waar de prijzen extreem duur zijn. Kijk even een hotdog met een zakje chips en cola. €10,70. Coca-Cola mensen. €3,80. Nou mensen, nog even over dat mondkapje. Het is dus niet verplicht om buiten de attracties om een mondkapje te dragen.
Maar ik zie wel heel veel mensen het doen. Het is ook zo dat hier in Frankrijk is het volgens mij een stuk heftiger allemaal, dat coronavirus. Of tenminste, meer besmettingen, meer risico. Toch zie je heel weinig personeel zich er echt heel erg druk om maken hier in het park, moet ik zeggen. Als je er vanuit gaat hoe het in Duitsland eraan toe ging, daar is het heel streng. Dat je echt overal je mondkapje draagt in de wachtrij en dat soort dingen. En hier in Frankrijk zie je best wel veel mensen gewoon zo op deze manier in de wachtrij staan. Het personeel ziet dat ook gewoon. En er wordt vrij weinig tot niks van gezegd eigenlijk. Ik heb liever dat het niet zo heel streng is, want over dat gezeik met die mondkapjes word ik helemaal gek van. Dit is trouwens de boomstammetjes, wat er oprecht nog best wel goed uitziet. Kijk dan. Ik ben benieuwd hoe deze is. Daar heb je in de verte nog een waterglijbaan staan. Zoiets als wat je hebt in Drievliet of zo. Ik vraag me af of die überhaupt open is. Ja, hij is open. Oh, ik zie al wel één nadeel zie ik in de verte. Je moet zelf je bootje naar boven brengen. Oké, mensen, ik heb besloten om dit niet te gaan doen. Je moet letterlijk hier je bootje moet je, oppakken. En zelf helemaal naar boven gaan sjouwen. Dus dat ga ik dus echt niet doen, want die bootjes zijn nog best wel zwaar. Dus deze laat ik lekker zitten. Je ziet het ook wel, normaal gesproken kan je hier gewoon je band opleggen. En dan wordt die automatisch naar boven gehesen, zoals bij Drievliet. Tja, moet ik nog wat zeggen over deze prijzen, mensen? Of geloven jullie het wel? Extreem duur. Ja, mensen, daar staat hij in de verte. Monster. Oprecht, mensen, een baan waar ik al een tijdje hyped voor ben. Omdat ik heel veel mensen hoor zeggen dat het één van de beste B&M Inverted zijn. Dus we gaan het meemaken, mensen. Hier kun je ook weer curryworst halen. Oh mensen, dit is niet normaal. Die prijs €5,20 voor een worst. En dan heb je nog niet eens de dingen erbij. Gewoon een broodje, worst, 5,20. Gisteren in Duitsland was dat nog €3,10. Nou, scheelt gewoon €2,10. Kun je bijna weer een nieuw broodje verhalen. Het is ongelooflijk hoe duur het hier is in het park. Ik schrik daar gewoon echt van. Houten achtbaan. Volgens mij loopt die houten achtbaan letterlijk door heel het park heen, of tenminste langs heel het park. Dat is voor mij een hele grote baan. We gaan het zo meemaken, maar eerst deze attractie die zo te zien wel echt gewoon 0,0 teaming heeft. Maar waarschijnlijk wel een monsterlijke baan. Daarom heet hij ook Monster. Haha. Goed hè? Ja. Nou, we gaan het meemaken, mensen. Ik hoop dat je hier wel je plek mag kiezen. Zo te zien niet, dus we hebben gewoon weer pech. Maar goed, we gaan het allemaal wel zien. Ik ben wel heel erg hyped voor deze. Hij ziet er wel mooi uit, moet ik zeggen, die baan. Mooie karretjes ook. En ook hier, mensen, valt de wachtrij echt hartstikke mee. Voor mij sta je hier letterlijk maar 5 minuten te wachten, want je loopt hier naar boven en je bent al in het stationsgebouw.
Weet je wel, eerlijk zeggen mensen dat de operations hier echt verschrikkelijk langzaam zijn. Er staat er gelukkig geen rij, maar het rijdt één treintje op de baan. En vervolgens wordt er één karretje gevuld en de dispatch time is echt één keer in de weet ik veel hoeveel minuten. Dan moeten ze ook nog ontsmetten tussendoor, dus het duurt wel echt heel lang. Ik heb er misschien maar 10 minuutjes gewacht, dus dat valt hartstikke mee, want letterlijk alleen maar dit bochtje stond vol. Maar ja, ik weet niet. Twee treintjes op de baan, dat wel fijn geweest. Maar ja, goed, het is gelukkig rustig vandaag in het park, dus dat scheelt. Ja, mensen, wat vind ik van Monster? Ik vind het oprecht een leuk baantje, mensen. Hele goede B&M Inverted Coaster. Zeker niet de beste die ik heb gedaan. Ik denk dat dat nog altijd wel echt zeker weten voor mij. Black Mamba blijft, die zetten we nog steeds op nummer 1. Osiris op nummer 2. En ik denk dat deze... Ik denk dat Nemesis ook nog wel iets beter vind. Ik weet niet. Nee, ik had er misschien net iets meer van verwacht, maar dit is zeker geen slechte baan, mensen. Ik geef deze baan daarom ook echt wel zeker een, nou, dat zou ik het geven, 8,5. Dus het is echt wel een hele goede baan. Zeker, mensen. Hij is heel, ja, smooth natuurlijk. Dat lijkt me ook logisch, B&M. Die looping, mensen, kijk even hoe hoog die looping staat. Dat is echt bizar. Voor de rest, mensen, het baantje. Ja, dit is volgens mij een Cobra... rol, als ik het goed zeg. Ik moet je zeggen, deze inversie, ja, moi. Maar dit soort inversies, mensen, blijven toch zo fantastisch vinden. En daar zitten er ook 3 van in de baan. 1, 2 en daar zit er nog ergens eentje. Het einde van de baan hier, ja, je kan het mij heel slecht zien hier in het donker. Het einde van de baan hier heeft wel echt een lekker ruig stukje, moet ik zeggen. Je gaat echt hard door die baan heen. Je voelt ook een enorme G-kracht. Je voelt hem ook zelfs in je voeten, voel je hem gewoon tintelen. Dus ja, het is zeker een goed baantje, maar ik moet zeggen, het is zeker niet de beste die ik heb gedaan. En wat ik heel erg jammer vind, mensen, is dat hier een rustpuntje zit, zoals ik het maar even noem. Dus je draait hier naar boven en hier stopt hij. En ja, dat vind ik jammer, want bijvoorbeeld een Black Mamba of een Osiris of weet ik veel wat, die rammen gewoon continu die baan door. En ja, dat is het enige wat ik jammer vind. Leuk feitje, mensen, deze baan heeft blijkbaar eerst in Japan gestaan. Dus die is verhuisd naar Frankrijk. En er staat blijkbaar ook een replica in Cedar Point, Raptor. En daar kunnen ze met 3 treintjes rijden. En dat is dus de reden waarom hier eigenlijk remmen zitten voor zo'n baan als dit. Deze baan heeft 2 treintjes, maar ja, het andere treintje staat helemaal in onderhoud. Dus ik denk niet dat het überhaupt dit jaar nog gaat rijden. We hebben absoluut niks te klagen nogmaals, want kijk, mensen, het is alleen het trappetje naar boven. En hoor even het geluid, mensen. Ja, hoor even het geluid. Kijk, hoppa, lekker die inversie door. Ik hou ervan. Jammer dat hij hier dus eventjes stopt. Dat ik denk, ja, jammer, hij had hier nog even lekker door kunnen gaan. Maar hier gaat hij ook weer door. Volgende inversie. En dan hier gaat hij nog eventjes door achter dit bouwwerk. Ja, mensen, en dan hier nog even een toevoeging over hoe het nou precies zit met de operations. Zoals je misschien wel kan zien, is het hier het geval dat als het treintje het station ingereden wordt, dat er letterlijk gewoon eerst iedereen langzamerhand de attractie mag verlaten en daarna pas worden de mensen uit de wachtrij gegroepeerd in de rij die ze moeten zitten. Je mag dus absoluut niet je plek kiezen. Je mag ook niet wachten voor een rondje als je bijvoorbeeld vooraan wilde zitten. Maar zoals je misschien wel kan zien, duurt dit natuurlijk hartstikke lang. Ze hadden eerst bijvoorbeeld beter iedereen kunnen groeperen op het moment als het treintje op de baan zit. Maar dat was niet het geval, dus vandaar dat het nogal lang duurde. Zo, mensen, en ik kom nog een tweede keertje uit Monster. En ik moet je zeggen, mensen, ik vond hem wel ietsje beter als net. Het is toch echt wel een heerlijk baantje om te doen. Hij knalt lekker door die baan heen. Alleen,
Wat me wel een beetje tegenhoudt zijn de operations, wat ik net al zei. Ook is het zo dat de wachtrij, de trap zeg maar, en het stationsgebouw staat echt volledig in de zon. En met deze temperatuur is het echt niet fijn om daar te gaan staan wachten. Dus hopelijk wat later op de dag is het wat minder druk. Ja, druk. Het is helemaal niet druk eigenlijk, maar dat je wat sneller kan doorlopen daar. Hierachter zien jullie trouwens ook weer iets wat eigenlijk rijp is voor de sloop volgens mij. Ik heb geen idee wat dit ooit was. Het ziet eruit als een souvenirshop. Dat ooit een souvenirshop is geweest. Maar het kan ook een attractie zijn geweest. Ik heb echt werkelijk geen idee. Het ziet er trouwens een beetje uit alsof hier een spookhuis gaat komen. Want het is natuurlijk volgende maand Halloween seizoen. Dus misschien dat dit een Halloween spookhuis wordt. We gaan het zien tenminste. Ik ben hier niet met Halloween. Maar ik weet niet of dit park überhaupt een Halloween doet. Zo ja. Of het leuk is weet ik ook niet. Ja mensen, we zijn op de Wilde Waterbaan. En leuk hoor. Nou, ik wil dat ik een beetje nat word. Want dat mag nou wel. Met die 28 graden. Oh nee. Dag in mijn kefreisbed. Dag in gewoon mijn kefreisbed mensen. Oh, wat zonde. Nou mensen, rip mijn kefreisbed. Zien jullie mijn vreselijke haren weer? Het was ook zo dom. Natuurlijk moet je je pet afzetten. Dat was ik helemaal vergeten. Ik had het ook helemaal niet door verder. Maar gelukkig staat het op beeld. Dus dan weten jullie in elk geval. Mijn kefreispet die ligt nog ergens te zwemmen hier in Frankrijk. Goed, ik sta hier voor een gebouw. Mensen, wat het is weet ik dus niet. Het kan een theater zijn. Een oud theater of een oude darkride. Maar het is in elk geval gesloten. En zo te zien ook alweer voor een tijdje. Ook hier binnen. Nou, zo ziet het eruit alsof het al jaren leeg staat. Nou, dan komen we hier bij het volgende stuk mensen. En hier hebben we dus een piratenbootje. En hier heb je ook nog een illegaal ding van de kermis. Oh, kijk mensen. Dit is ooit denk ik toch iets van een dark ride geweest zo te zien hoor. Met een piratenthema. Oh, het ziet er toch allemaal weer verlaten uit. Zonde hoor, dit soort dingen, dat ze het dan laten staan. Huh? Houten achtbaan. Kijk, Le Trou Sans Fond. Ik heb geen idee wat het was. Volgens mij is het ooit de ingang geweest. Dan hebben ze er gewoon iets voor gezet. Ik denk letterlijk dat dat het is. De piratenboot staat er ook leeg bij. Ik weet niet of die storing heeft of dat die gewoon echt gewoon... Dat niemand hem bezoekt, ik weet het niet. Ze draaien hier ook gewoon keiharde copyright muziek van Pirates of the Caribbean. Kijk mensen, en dit is dan dat schommelschipje voor kinderen. Ik heb dit nog nooit gezien. En het ziet er ook heel illegaal uit. Nou mensen, ik weet het wel zeker. Deze draait voorlopig niet. De kabeltjes hangen er gewoon los bij. Nee. Nou ja, weet je, ik vind dit soort dingen toch altijd niet zo heel leuk om te doen, maar... tja. Een beetje een doodstuk van het park hier, moet ik zeggen. Het ziet er wel heel mooi uit. Zoals ik al eerder zeg, het is echt wel een mooie thematisering in het park, hoor. Dat is echt niks op aan te merken. Wat des slang. Moet je kijken, mensen. Dat is een grote slang. Zo, hé. Hey. That's what she said. Minigolf indoor. Nou, daar heb ik echt heel erg veel zin in. Dat gaan we doen. Oh. Ook al dicht. L'Anaconda. Het heeft dus een slangenthema, die houten achtbaan. Ik vond de ingang al een beetje verstopt van deze houten achtbaan, want het ligt letterlijk ineens ergens om een hoekje. Heb je de wachtrij van de houten achtbaan. Ik was helemaal naar het piratengebied gelopen, omdat ik dacht dat het daar was. Maar dat was het niet. Nou, houten achtbaan. Ik ben gewaarschuwd voor deze houten achtbaan dat die onsoepel is. Maar ja, ik ben wel wat gewend met houten achtbanen die onsoepel zijn. Dus we gaan het meemaken mensen. Of deze ook zo onsoepel is. Waarschijnlijk wel, want het is geen RMC, het is geen GCI. Welke bouwer het wel is, dat zal ik zo even nakijken. Dus er staat ook bijna geen rij, dus tenminste, er staat helemaal niemand. Denk ik, hoop ik.
Zo mensen, dat was de Lalaconda, gewoon de slang, noem het gewoon de slangenhouten achtbaan. Oprecht mensen, gewoon een goede houten achtbaan, niks op aan te merken, oprecht. Hij ziet er misschien op beeld ziet er onsoepel uit, maar voor de, ja, je kan het misschien nu niet, ik heb het nu niet zo heel goed kunnen laten zien, maar letterlijk de zitjes en de rugleuningen, alles is gewoon met zachte kussentjes. Dus kijk, als het nou echt gewoon een normale zitting geweest, dan is die misschien wat pijnlijker. Maar oprecht mensen, ik heb helemaal niks ervaren van een onsoepele houten achtbaan. Dus het was gewoon een goede houten achtbaan om te doen. Natuurlijk, hij is niet zo soepel als een GCI of een RMC. Maar ik heb er niks op aan te merken en ik heb er ook geen hoofdpijn van. Ik ga er straks gewoon nog een keertje in. Helemaal goedgekeurd. Ik vind hem ook echt gewoon hartstikke leuk om te doen. Ze zijn eigenlijk een beetje te vergelijken met bijvoorbeeld Nickelodeon ride in Blackpool Pleasure Beach. Dat is ook een hele oude houten achtbaan is dat. Die ziet er heel onsoepel uit, maar dat is die niet. Dus voor de mensen die vaak een mening hebben van wat ze op beeld zien. Want misschien zag je op mijn beeld ook dat mensen een beetje zo zaten. Maar zo ervaar je het zelf niet. Dus ja, goed. Dat is mijn mening erover. De mensen geloven het niet, maar dit is de wachtrij voor de vliegtuigmodus, zoals we hem genoemd. Je letterlijk gewoon. Respectez une distance d'1 mètre 50 avec les visiteurs qui ne font pas partie de votre tribu. Nous vous souhaitons une très belle journée au parc Wadi Gator. Heeft hij dus blijkbaar ook een paardjes attractie gestaan? En zoals je zag mensen, had ik zojuist echt het geluk gewoon om een ritje frontseat te hebben hier in deze Vekoma-baan. Ik weet nog steeds niet wat de naam is van deze achtbaan. Gewoon helemaal nog niet naar gekeken. Maar ja, oprecht mensen, hartstikke leuk. Ik had heel erg veel geluk met een frontseat ritje, omdat, kan ik wel even uitleggen, overal bij elke attractie in dit park wordt op dit moment gewerkt met ja, groeperen, zeg maar. En je kan dus niet je eigen plek kiezen helaas, dus je moet echt maar het geluk hebben dat je dus wordt ingedeeld vooraan. Dat was in Europa Park ook al zo het geval en daar hebben we twee keer heel erg geluk gehad. Eén keertje met Blue Fire en één keertje met Silver Star. En nu heb ik dus bij deze heb ik heel veel geluk. Ik wil ook heel graag in Monster frontseat ritje hebben, dat is tot nu toe nog niet gelukt. Elke keer loop ik het net mis. Ja, en je zit natuurlijk ook nog met dat er elke keer een stoeltje ergens tussen moet gaan zitten. Dus het is gewoon heel lastig, helaas. Maar goed. Mijn rikketik, mensen. Mijn rikketik. Zo, mensen. Ik dacht de volgende attractie, de Rapid, te pakken. De Dino Rapid. Dat wordt me een beetje te veel. In die tijd doe ik liever wat andere attracties, want bijvoorbeeld al
Bijvoorbeeld het voorkomenbaantje kun je zo instappen, Monster. Sta je hooguit 10 minuten kwartier te wachten. Houd de achtbaan, heb ik net 5 minuutjes voor staan wachten. Ga ik niet 3 kwartier wachten voor een rapid, mensen. Misschien is die hartstikke goed, dat weet ik niet. We gaan er ook niet achter komen. Maar nee, 3 kwartier wordt me echt te veel. Nou mensen, waarschijnlijk omdat het zo warm is, hebben ze nu waterfun aangezet bij L'Anaconda. Dus als je wil verkoelen, kan dat hier. Dan stap ik maar weer een rondje in de houten achtbaan. Zo mensen, en hier vanaf de V-coma-baan, waar ik de naam nog steeds niet van weet, wil ik hier de afsluiting doen van deze vlog, mensen. Wat vind ik van Wellicater Park? Ik vind het oprecht een leuk parkje. Oprecht. Ik heb me heel de dag vermaakt. Ik moet je wel zeggen dat voordat ik hier kwam, had ik een beetje mijn twijfels van, ga ik het hier wel een hele dag volhouden? Aangezien ik ook wat verhalen heb gehoord. Ja, het is niet echt een toppark. Wellicater Park, mensen, je kan het een beetje vergelijken als een soort van Hellendoorn. In Nederland heb je Hellendoorn en in Frankrijk heb je Wellicater Park. Op de achtergrond hoor je trouwens op Monster gaan. Ik denk dat het een van de laatste ritjes is, want ik was net in Monster en ik heb de laatste 2 ritjes nog kunnen maken op Monster. En toen werd de wachtrij net voor mijn neus dicht gedaan, dus dat was wel een beetje jammer. Maar ik heb het afgesloten hier bij het voorkomen apparaatje, waar ik de naam nog steeds niet van weet. Het is toch erg eigenlijk? Nee, mensen, oprecht, Monster is echt een hele goede baan. Ik zal het geven een 8,5, misschien een 9 min. Dit baantje, mensen, ja, is gewoon lekker klassiek, hou ik wel van. Gewoon een 8 zou ik het geven. En ja mensen, de vliegtuigmoletje was heel leuk om te doen. En een verrassende goede houten achtbaan, mensen. Want wie verwacht dat zo'n houten achtbaan als deze, die hier in het park staat, dat die zo soepel is? Ik had het niet verwacht. Nou ja, soepel is misschien een heel groot woord, maar gewoon prima te doen. Ik heb hem ook 3 keer kunnen doen vandaag. Zonder enkele last te hebben van ook mijn hoofdpijn of wat dan ook. Dus al met al mensen, een geslaagd dagje. De entree van het park is €27 met de parking €5. Moet je zeggen, dat is oprecht, ja, te betalen. En zeker voor Franse begrippen. En als je kijkt naar hoe duur het eten hier in het park is. Ik heb €3,90 voor een frietje betaald. Dat betaal je in Nederland trouwens ook. In Duinro betaal je ook zoveel geld. Maar ik bedoel, het is gewoon heel duur, mensen. En op dit soort momenten zou ik zeggen van, joh, neem lekker je eigen eten mee het park in. Of koop gewoon een los patatje voor €3,90. Dat het nou ook voor je honger weg is. Maar een menu voor €15, mensen, dat is gewoon, dat zijn echt Disney-prijzen. Dat is gewoon niet normaal. Zou ik het aanraden om hier naartoe te gaan? Ja, maar doe het dan wel op doorreis. Dus als je bij wijze van spreken naar Europa Park gaat, kom je hier zo goed als langs. Dus ik zou zeggen, dan is het zeker de moeite waard. Dat is net zoiets als bijvoorbeeld Tripstrail. Dat is ook zoiets van, daar ga je niet naartoe alleen voor Tripstrail. Dat doe je op de route als je ergens naartoe gaat. Hetzelfde als bijvoorbeeld Holiday Park. Dat is ook zo'n park wat je op de route doet naar bijvoorbeeld Europa Park. En ik vind dit park ook zelfs leuker dan Holiday Park. Ken je nagaan, mensen. Holiday Park heeft wel 2 toppers staan, maar daar blijft het ook eigenlijk wel bij. Maar dit park, mensen, is oprecht de moeite waard om gewoon een keertje naartoe te gaan. Dus mensen, ik wil jullie echt bedanken voor het kijken naar deze video. Dit was pretpark nummer 3 van de 11 die ik op de planning heb staan, mensen. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Ze zijn tegenwoordig grijs, mensen. En abonneer natuurlijk op dit kanaal om niks te missen. Tot de volgende video. We gaan lekker, mensen. We zitten al over de 37.000 abonnees, mensen. Dus het gaat super. Ik zou zeggen, tot de volgende video. En waar dat zou zijn, dat zien jullie vanzelf alweer.